Godverdamme, ik heb gewoon die fucking autosleutel lopen weggooien. Mijn lievelingseten is... We hebben dit opgehangen, superleuk, tenminste het opgehangen. Another side of us. Doe sexy voor mijn love. Een plankje in elkaar geplanst. Echt heerlijk. Goedemorgen, vandaag is het weer maandag. Dus welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Ik ben wakker. En ik ben ontbijt aan het maken. Ik ga tegen roze boosje eten met grote kipfilet, hummus en pesto. Hey, wat een timing. Gisteren had ik het echt super leuk met de zusjes van Stefan en Stefan. Want we hebben heel erg op het balkon gezeten met z'n allen. Lekker drankjes gedaan, lekker hapjes, veel hapjes gegeten. Het was echt super gezellig. Vandaag begint weer gewoon de normale werkweek, zeg maar. En ik merk wel dat ik daar moeite mee heb, man. Om weer gewoon helemaal een soort van in mijn... Dat ik gewoon lekker in zit. Maar het is wel. Ik heb weer dierenarts moeten bellen. Want Nala, er rolt bloed nu. En het wordt steeds tegen ons gezegd: het is goed, je mag naar huis. Dan mag het rompetje bijna af. Maar het gaat steeds dus daarna niet goed. Dan komt er weer iets en dan heeft ze er opengemaakt. Of dan gaat het dus ontsteken zoals vorige keer. En dat is echt niet chill. Dus ja. Daar bouw ik wel echt een beetje van. Dus ik ga nu eigenlijk het... Ik moet nu even het belletje van de dokter afwachten, de dierenarts. En dan hoor ik of ik weer langs moet vandaag. En ik ben dus ook, dat is wel echt heel erg, mijn autosleutels kwijt. En ik heb geen idee hoe dat kan. Want ik ben echt niet de biel die dat helemaal kwijtraakt. Maar het is echt heel raar. Maar nu ga ik even bijten. Zie je zo. Oké, wow, ik heb net een hele update gedaan. Van mijn MacBook. En het ziet er echt heel anders uit. Wacht, kijk. Kijk die icoontjes. Ik weet niet of je het echt heel goed kan zien dat het heel anders is dan normaal. Maar die zien er allemaal anders uit. En het is anders. Wat is het dan? Wat is het dan? Ik weet het niet mee eens. Nou, ik heb contact gehad met de dierenarts en de rompertje mag nog niet af. Tenminste, hij mag af als ze er niet aan zit. Maar ja, toen zei ik al, ja, maar dan mag hij dus niet af, want ze zit reet het aan. Ja, maar als ze er niet aan zit, nou, dat was vanaf het begin ook al. Als ze aan die sterilisatiewond er niet aan zit, dan mag hij af, maar ze zit er gewoon reet het aan. Maar, sorry, ik ben gewoon heel geïrriteerd, die dierenarts kan er ook niks aan doen, hoor, maar... De romper mag dus af en als ze er dan aan gaat zitten, moet hij weer om. Want ze krapt het korstje eraf en het korstje moet gewoon helen. Maar op een gegeven moment gaat waarschijnlijk de drang om eraan te zitten gaat weg. En dan mag die, dan gaat ze er niet meer aan zitten en dan mag het rompertje af. Maar het kan gewoon nog zijn dat hij nog enkele weken om moet. En ik vind het zo zielig, want ze doet niks. Elke dag is het gewoon dit. Ze doet meer, niks meer dan dit. Hé. Hey. Ja. Dat is niet leuk, hè? Dan nog iets heel stoms. Ik ben de autosleutels kwijtgeraakt. En ik heb overal gezocht. En ik heb bijna het idee dat die in de prullenbak moet liggen of zo. Ik weet ook niet waarom, maar dat idee krijg ik bijna. Ik ga nog heel even in deze puinzooi kijken of ik het hier per ongeluk heb neergegooid. En als die in de prullenbak ligt, dan moet ik dus met handschoenen aan gaan zoeken naar... De autosleutels in de prullenbak. Wat echt fucking goor is. Ik ben nu eventjes alles op het bed aan het leggen. En ik denk dat ik ze hier niet... We hebben wel één reservesleutel. Maar dat is natuurlijk en niet chill om als enige sleutel te hebben. En aan die andere sleutel staat ook onze huissleutels. Nou, dat wordt handschoenen aantrekken en gaaien in de prullenbak. Hey. Nou, hoe kan ik hier nou de sleutels in vinden?
hoop gewoon heel erg dat het erin zit, want anders dan voel ik me echt wel helemaal aan de deur. Oh my god. Oh my fucking god. Godverdamme. Ik heb gewoon die fucking autosleutel lopen weggooien. Oh my fuck. Oh my god. Oh my. Ik ben. Echt even serieus. Diep van binnen wist ik dus gewoon. Joh, je hebt die fucking autosleutels weggegooid. You stupid motherfucker. Oh my god. Nou, ik ben helemaal. Ik heb gewoon de autosleutels lopen weggooien, jongens. Met een huissleutel eraan. Ik vind gewoon in de vuilniszak. Met allemaal shitzooi erin. Beschimmelde kattenvoer. Nala zat ook aan te kijken van, are you okay? Beschimmelde kattenvoer zat erin. Ik heb in die zak lopen graaien met handschoenen aan. Maar ik heb het wel gevonden. Oh my god. Thank god. Goedemorgen, daar ben ik weer. Het is vandaag dinsdag en ik heb gedoucht. En dit aan, een shirtje van Stefan. Ik heb er weer een beetje moeite mee, man. De dag doorkomen en alleen maar het enige wat ik heb te doen is stage. En mijn huid ziet er slecht uit. Daarom heb ik ook geen zin om foto's te maken voor Instagram of zo. Ik vind het allemaal maar een beetje alleenig en stom. Dus. En het voelt zo stom om te zeggen, maar. Ja, ik zit een beetje doorheen of zo. Het is elke dag hetzelfde liedje en dan kan ik wel gaan wandelen, maar dat voelt ook weer zo stom. In mijn eentje gaan wandelen. Ja. Ja jongens, het is weer zover. Ik ga weer een home workoutje doen. Ik weet niet of ik het kan laten zien, want mijn batterij is bijna leeg. Als jullie hebben kunnen zien, heb ik mijn workout gedaan. Ik ga nu dit allemaal even opruimen en dan ga ik lekker douchen en mijn haar wassen. Want ik heb morgen stage, dus dan kan ik niet morgenochtend wassen. Oh, goede engel dit. Dus dan kan ik het niet morgenochtend wassen, dus doe ik dat nu. Misschien dat ik vanavond nog eventjes ga lopen met Stef. Maar ik moet ook nog wat dingetjes voor mijn stage doen. Ik moet het eigenlijk echt in de ochtend doen, want ik merk dat ik nu veel productiever weer ben en beter in mijn vel zit. Maar dat neem ik wel mee voor volgende week, die les.
Ik had dus vandaag pompoensoep uit de vriezer gehaald om te eten. Maar toen zag ik op tv dat iemand speklapjes at. En toen dacht ik opeens, oh mijn god, ik heb zoveel zin in speklapjes. Dus ik heb aan mijn vader het recept gevraagd wat hij altijd maakte. Heel makkelijk eigenlijk. Speklapjes met varkensvleeskruiden. Rode bietjes met een beetje kruidnagel en azijn. En ze zijn geraspt, zeg maar. En het zijn, die bietjes waren al gekookt. Dus ik, ja, deze pan draait heel erg. Ik hoef het alleen maar te verwarmen. Een beetje jus en gekookte aardappelen. En waar de meeste kinderen vroeger zeiden, mijn lievelingseten is patat of pizza, zei ik letterlijk, mijn lievelingseten is gekookte aardappels met bietjes en speklapjes. Hoi, het is alweer donderdag en ik heb gisteren niet gevlogd, want ik had gisteren stage. Ik ga jullie nu aan de nader leggen en ik heb zometeen personal training. Ik ga nu even ontbijten. Tot zo, dan zie je me sporten. We'll be right back.
vrijdag. We hebben gisteren bij Lisanne en Danielle lekker gegeten. En dat heb ik natuurlijk weer niet gemocht. Nu hebben we dit opgehangen. Superleuk, tenminste dit heeft het opgehangen. Een wijnhouder met superleuke wijnglazen. Kijk deze. En een mooie theepot natuurlijk. En wat gaan we nu doen, Stefan? Ikea. Ja. We gaan naar de Ikea om twee kasten op te halen. En dan gaan we eindelijk onze kleding goed kunnen opbergen. Dus daar heb ik ook wel echt heel veel zin in. Wij zijn allemaal kasten in elkaar aan het zetten. En ik ben ondertussen een pasta carbonara aan het maken. En ik zal jullie even laten zien. We hebben ook een parasol voor het balkon trouwens. Echt een puinzooi, maar de eerste kast staat al. Echt super nice. Er komt er nog eentje bij en dan hebben we zoveel kastruimte. En hier is nu de spiegel. Kijk eens even hoe mooi dit is. En nog een kledingrek, die moet nog een beetje opgeruimd worden. Dit staat nu zo. En die komt dan daar te hangen. Nou, dit is echt wel... Hoe noem je dat ook alweer? Perfect. Yes. Welkom bij de vlog. Het is vandaag zaterdag. Ik heb de hele dag niet gevlogd. Vlog nooit als wij in bed liggen. Dat is wel grappig. This is another side of us. Another side of us. Durf je je nek niet te laten zien. Bam. Too sexy for my love. Too sexy for my love. Zo niet zeggen dat ik nog een fulltime baan heb. I beg. Maar ik heb vandaag niet gefilmd, sorry jongens. Dat is weer even de dag niet voor. Morgen weer een nieuwe dag. Probably not, want we moeten het hele huis schoonmaken. Maar het is wel beter aan het worden. Ik moet niet zo kijken. Ja. Sorry, ik weet niet. Goedemorgen, wij hebben net een deel van het huis schoongemaakt. En nu gaan wij samen even een workout doen. Ik ga mijn eigen rubriek van Hessel van Total Body Management. Total Body Management heb gekregen. En Stef doet een beetje half-half.
snel na het boodschappen doen. Een heel plankje in elkaar geplanst. Echt heerlijk. Met gevulde eitjes. En een gin tonnetje. En we gaan nu naar buiten. En niet alles nog opruimen, want we gaan nu genieten. Uh-huh. Nu. Uh-huh. Nu. Nu gaan we heel hard lang als bro. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard lang als bro. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo.